Er zijn er ongetwijfeld hier die heel erg verliefd of een beetje verliefd zijn. En iedereen vindt het normaal dat je die ene uitgekozen hebt, terwijl er honderden rondlopen op school. En iedereen vindt het normaal als jij verkering hebt met dat meisje, laat ik het maar even van die kant benaderen, dat je zegt, en dat sluit dus uit dat ze ook nog met Jantje, Pietje, Klaasje gaat. En gelijk heb je. Waarom en wat zit daarachter dat als het gaat over uniciteit, exclusiviteit en het gaat over geloof, dan merk je als je een gesprek hebt over geloof, en dat zul je ook wel ondervinden, of dat heb je misschien al een keer ondervonden. Nou, bij wijze van spreken, bid jij voor het eten? Oh, dat is interessant. Ik ben ook wel religieus en ik heb ook wel een en ander en je krijgt een gesprekje. En als jij dan op een gegeven moment zou zeggen, en misschien heb je het wel gedaan, ja, dat vind ik ook wel interessant dat je religieus bent, maar ben je wel op de goede manier religieus? Ben je eigenlijk wel op de goede weg? Nog sterker, ik denk dat je, hoe religieus je ook bent, helemaal niet op de goede weg zit. Dat zeg je dan eigenlijk als je zegt, een heleboel religie, maar dit is de unieke weg, daar zo even over. Het is ook een weg die alle andere wegen afsluit. Exclusief. Er is geen andere. En als de bakker dat zegt, van zijn eigen brood, dat is uniek. Bij mij moet je zijn, want bij mij zit er dat en dat en dat in. En dat tref je bij geen enkele andere bakker aan. Heeft niemand daar eigenlijk zo'n moeite mee? Je kunt op zijn hoog zeggen op een gegeven moment, wat een arrogante kerel is dat. Dat hij zo zijn brood aanprijst ten koste van anderen. Exclusief, dat zou best waar kunnen zijn dat die bakker net een soort brood bakt wat je in de hele stad of in het hele dorp niet kan krijgen. Niemand ligt er wakker van. Wat zit erachter dat als je over geloven spreekt en dan zegt dit is uniek, dat gaat nog wel. Maar vooral als je zegt dit is exclusief, dan gebeurt er wat. En misschien dat je zelf, je hoeft niet op anderen te letten, in je eigen hart wel iets hebt van, ja, kun je dat eigenlijk wel maken? Kijk, ik hoop dat duidelijk is. Waarom reageren mensen soms zo heel venijnig bijna als een christen zegt, er is alleen behoud door Christus, punt. En geen andere wegen. Ergens kun je het ook wel weer begrijpen, omdat iedereen ook wel begrijpt dat je het dan niet hebt over brood bij de bakken.